We staan nu in het hart van de Stadswerve, een nieuw groot ontwikkelgebied van de stad. Toen in de jaren 90 zeg maar, de scheepswerven hier uit dit gebied vertrokken, is nagedacht over hoe een nieuwe invulling te geven aan dit gebied. In dit gebied is eigenlijk op te delen in drie delen. We hebben een noordelijk deel hier aan de overzijde, dat is de punt van de staart. Daar komen heel veel woningen te staan. We hebben een middengedeelte rondom Villa Augustus, dat is een wat groener gebied. En een deel hier aan de overkant, waar Kinopolis ligt en het energiehuis. En ook het regiokantoor. Ook dat wordt een woongebied gemixt met een aantal grote voorzieningen. Eigenlijk in het midden, hier is het Wantij. Dat is eigenlijk het hart van de stadswerven. Daar willen we eigenlijk zoveel mogelijk activiteiten op en aan het water organiseren. Nou, een voorbeeld daarvan zie je eigenlijk hier al achteraan. Dat is de drijvende hotelboot. Die komt in een haventje te liggen naast Villa Augustus. Dat is een van de activiteiten. Maar ook aan de overzijde liggen een aantal drijvende woningen. Eigenlijk uniek voor deze regio. De bioscoop die is aan het water gebouwd met een wandelroute over hun terras heen. En we zijn aan het nadenken hoe we het vervoer over water verder kunnen uitbreiden. Ja, als stedenbouwkundige is dit natuurlijk een fantastisch gebied om aan te werken. Dicht bij de binnenstad gelegen, in het hartje van de Drechtsteden. Volledig omgeven met water. Dordtser kan het bijna niet. Er is heel veel gebeurd al in dit gebied, maar de komende jaren staat nog veel meer te gebeuren. De eerste bouwactiviteiten zijn echt nu van de grond gekomen. Maar zeker als de brug gaat komen en de andere bouwprojecten, wordt dit echt een levendig deel van Dordrecht. En echt een verrijking van de stad. Wat zo leuk is aan dit gebouw, ik heb me altijd afgevraagd, wat zou je er nou mee kunnen? En je ziet nu in het huidige gebouw een herhaling van allemaal dezelfde stramine. En toen we ermee aan de slag gingen, ontdekten we dus dat je eigenlijk geweldig veel verschillende dingen met het gebouw kan. Verschillende, totaal verschillende woningtypes, net boven de sociale huursubsidiegrens. Ongeveer 60 appartementen, een diversiteit aan types, doorzonwoningen, mezzonets, appartementen op het dak. We gaan ook het vergadercentrum als het ware, die dakvorm gaan we herhalen, zodat je hier ook echt penthouses als een dorpje op het dak krijgt. Maar wie had er nou kunnen denken dat we halverwege het proces op het idee kwamen om een complete school op de begane grond en een deel van de eerste verdieping te huisvesten. En dat betekent eigenlijk dat hier over 2 jaar aan de voorkant, aan de Noordendijkzijde, spelende kinderen te zien zullen zijn. En achter in de voormalige kantine nog een aantal commerciële ruimtes. De architectuur van het gebouw wordt volkomen anders. Het is nu een zwaar massief gebouw en het is geen monument zoals het energiehuis en het transformatorstation. En wat we gaan doen is dat we echt het casco behouden en we gaan daar geheel nieuwe gevels van maken. Heel transparant, heel glasachtig, zodat je van het fantastische uitzicht over de stad en over het Drie Rivierenpunt kunt blijven genieten en met een lichte invulling. Als ontwikkelaar is dit een droom, om hier binnen in zo'n gebouw appartementen te realiseren. Het gebouw is een gemeentelijk monument en dat betekent dus dat er heel veel elementen die nu in het gebouw zitten behouden blijven. En dat willen we ook. Want als je met name kijkt naar de trappenhuizen aan de buitenkanten van het gebouw, ja, dat is geweldig om te zien. Die gaan we gewoon volledig in stand houden en natuurlijk zal er een likje verf op komen, maar die blijven volledig in stand. En ook kijken we in het gebouw zelf welke onderdelen, welke elementen mooi zouden zijn om in het gebouw te laten zitten, waardoor je dus echt het gevoel krijgt van het industriële wonen. Dus wat hebben we bedacht? We halen het dak eraf voor een groot gedeelte en aan de beide kanten van de buitenkant van het gebouw worden appartementen gerealiseerd. 55 stuks en in het midden van het gebouw komen de ontsluitingen van de woningen, ontsluiting van de appartementen, dus de galerijen. En doordat we het dak eraf halen komt daar heel veel licht naar binnen. En aan de Oranjelaan hebben we ook nog 4 commerciële ruimtes. Die appartementen hebben niet de standaardhoogte van nieuwe appartementen, maar sommige appartementen hebben een hoogte van 4 meter. Nou, dat is natuurlijk geweldig en zeker als je allerlei zaken industrieel in stand houdt. En als het allemaal loopt zoals wij hopen dat het loopt, zouden we begin volgend jaar kunnen beginnen met het renoveren zeg maar, van dit gebouw, het transformeren van dit gebouw. Het is eigenlijk een woningbouwproject rondom een green, ofwel gewoon een groot groen grasveld. Een gemeenschappelijke tuin als het ware.
bezit wordt van alle bewoners. Het idee is dat er stadswoningen komen. Direct op de begane grond hebben de mensen dan de woonkamer en daarboven hebben ze twee verdiepingen. En daarnaast komt aan de kop van de Green komt een appartementengebouwtje van 5 lagen. Die appartementen kijken natuurlijk weer over de Green uit op het Wantij. En alle huizen hebben eigenlijk ook verbinding via de Green met het Wantij. Dat is eigenlijk het bijzondere van het project. We hebben gezorgd dat het hele project aan de buitenkant qua materiaal aansluit bij de bestaande materialen van de gebouwen in de omgeving. Dus die schakelstations die hebben allemaal een beetje zo'n zandstenige kleur. Maar juist de binnenkant van het project, je stapt als het ware een soort buitenkamer binnen. Dat hebben we helemaal wit gemaakt. Dus de woningen worden hier wit gekeimd. De sfeer is de sfeer van een bepaalde rust die uitgaat van dat groen. De sfeer van spelende kinderen in dat groen. Dus het is een ideale plek voor gezinnen. En het is natuurlijk een hele bijzondere plek, zo dicht bij die watertoren en direct naast Villa Augustus. Wij staan hier in 13 KV. Wij noemen het KV 13. Een voormalig verdeelstation. We vinden het een prachtig industrieel pand, monumentaal pand. En wij houden enorm van hele mooie gebouwen met een fantastisch mooie uitstraling en architectuur. We willen proberen om de uitstraling die het pand van buiten heeft, dat robuuste industriële, ook binnen terug te laten komen. We willen de stenen van de muren zoveel mogelijk in het zicht laten. We willen een robuuste trap. We willen de vloer zoveel mogelijk een industriële uitstraling laten geven. Dus ja, eigenlijk moet je van binnen hetzelfde voelen als wanneer je het pand benadert. In ons eerste lijncentrum, gezondheidscentrum, komt onze huisartsenpraktijk. Er komt een fysiotherapeutenpraktijk met een oefenzaal. Er komt een apotheek en ook een startdiagnostiek. Het is een diagnostisch centrum waar je bloed kan laten afnemen. En verder zijn we nog in onderhandelingen met GGZ en andere partijen. En we hopen voor de zomer, maar misschien zal het na de zomervakantie worden, dat we kunnen gaan beginnen met verbouwen. En de gedachte is dan wel dat we over een jaar hier echt aan het werken zullen zijn. Wij hebben enorm veel zin om de plannen verder uit te werken en het gebouw te zien veranderen in een hele mooie werkomgeving waar we met plezier zorg gaan verlenen. Nou, u hebt net kunnen zien wat voor ontwikkelingen hier allemaal gaan plaatsvinden in de komende jaren. Dat zijn er heel wat. Het zogenaamde 13 KV-gebouw met gezondheidscentrum, het tenantgebouw waar woningen komen, het regiokantoor met woningen en een onderwijsfunctie. In het hele gebied gaat van alles gebeuren. Op korte termijn zal ook de gemeente zelf hier wat doen. Er komen hier langs de Wantijoever hele brede trappartijen. De aannemer is daarvoor het werk aan het voorbereiden. Dat zal in de loop van 2018-2019 worden aangelegd. Dan hebben we hier een hele mooie openbare ruimte aan het water om te zitten en te genieten. En wat wij later als gemeente willen is dat we hier langs de Vleikade, want dit is namelijk de afgedamde Vlei. Wij willen hier ook woningbouw hebben aan het water. En daar zijn nog geen concrete plannen voor. Maar wij willen dit wel alvast mogelijk maken in het bestemmingsplan.